In het algemeen? Nee, ik heb pas geleden heb ik een verdachte bijgestaan. Die werd verdacht in Amsterdam een fietsenmaker te hebben doodgestoken. Dat is een zaak die best wel media-aandacht had gekregen. Mm-hmm. En hij is er ook voor veroordeeld. Hij heeft 20 jaar gevangenisstraf gekregen. En dat is een van die zaken waarvan ik denk dat dat moet kantelen op enig moment. Hij is nu een hoger beroep. Mm-hmm. Want er was namelijk een één verklaring van iemand die zoveel tegenstrijdigheden in zijn verklaring had, dat het gewoon overduidelijk niet de waarheid is. En toch heeft de rechtbank hem daarop veroordeeld. En dan gebeurt dat vaker. Dan zeggen ze van ja, weliswaar spreekt iemand daar niet de waarheid en is dat tegenstrijdig. Maar de rode lijn, die houdt hij steeds vol. Dan denk ik, als je in Amerika voor een jury zou staan en iemand op één leugen zou kunnen betrappen, dan wordt hij vrijgesproken. Ja. En hier in Nederland zeggen ze ook, er zijn er dan 10 leugens in die verklaring. Maar heeft in de 3 daarop volgende verklaringen telkens het belastende wel volgehouden. Ja, dat is iets waar je als advocaat zo vaak tegenaan loopt in Nederland. Ja, en zou je dat willen veranderen? En is er een mogelijkheid? Misschien niet voor jou persoonlijk, maar wat zou er moeten veranderen om dat voor jou dan krijg je een wat juridisch-technisch ding. Maar dan zou de Hoge Raad een bepaald beleid moeten gaan omgooien. Want de Hoge Raad die keurt dat goed, zeg maar. Mm-hmm. Maar een van de andere dingen waar ik echt grote frustratie over heb, is dat politieagenten op hun woord worden geloofd. Normaal gesproken heb je 2 bewijsmiddelen nodig. Dus een verklaring en bijvoorbeeld een mes met bloed erop. Mm-hmm. Maar als een agent zegt dat hij heeft gezien dat iemand heeft gestolen. Ja, agenten ogen tellen voor 2, toch? Precies. Ja. En ik maak zo vaak mee dat uit de verklaring van mijn cliënt, de dingen die ik te weten kom, die ik niet mag vertellen, dat wat die agent dan vertelt gewoon niet waar is. Of dat ze met een blauw oog en een gescheurde lip in de cel zitten en die agent zegt, nou, ik heb echt niet mishandeld hoor, bij de arrestatie. Mm-hmm. Dat ik daar een groot gedeelte van mijn vertrouwen in de politie echt ben verloren. Dat is vrij donker. Ja. En is dat op te lossen? Door dat uit de wet te schrappen. Dat zij eigenlijk hun woord waarheid is. Ja, want maar dan zouden politieagenten ook advocaten moeten krijgen. Ja, maar dat gebeurt ook. Hè. Met die Mitch Henriquez-zaak hebben ze er is een pool uiteindelijk samengesteld van advocaten die bereid waren om de politie te gaan vertegenwoordigen. Want sommige mensen willen dat niet. Want ze zeggen, wij staan geen politieagenten bij. Want dan verliezen we normale cliënten. Nee, want als je de politie helpt, dan kun je niet ook een boef helpen. Nee. Ik bedoel het niet zozeer in het kader van dat een agent een strafbaar feit heeft gepleegd. Maar gewoon dat hij als getuige een verklaring aflegt waarop iemand anders dan wordt veroordeeld. Dat vind ik niet zuiver meer. Omdat ik uit mijn praktijk weet dat het gewoon heel vaak echt niet zo is zoals het wordt opgetekend. En wat is dan het belang als de agent niet zelf iets heeft gedaan, een delict heeft gepleegd? Wat is dan het belang van de agent om daarover te liegen? De oogkleppen. Want heel veel agenten denken van, we hebben hem. En die willen graag dat de zaak afgerond wordt. Precies, ja. Nou, we gaan een heel vredig laatste 20 minuutjes in. Wat een opbeurend nieuws, zeg. Matt Simmons, Catch and Release. Yes. Wilde jij graag horen? Dit liedje stond op toen wij mijn zoontje, momenten nadat hij was geboren, met de maxicosi in de auto.